Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bij deze gezegende lessenreeks Vertel me over Allah. Wij gaan inshallah de komende weken bezig zijn eigenlijk met Allah azza wa jal. En dat is het mooiste en het meest kostbare en het meest nuttige waarmee je bezig kan zijn. Sterker nog, dat is datgene waar überhaupt elke ademhaling van ons om moet gaan. Waar elke hartklopping van ons moet draaien. Daar is waar wij überhaupt voor op deze aarde zijn gezet. Nadat Allah azza ons ook daarna heeft bevestigd met وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ik heb de jin en de mensen snel enkel en alleen geschapen om mij te aanbidden, om met mij bezig te zijn, om bewust van mij te zijn, om verbonden met mij te blijven. Dat is eigenlijk waar het volledig om draait. En dat is dus waarom wij dan ook de komende weken het over Allah azza wa jal gaan hebben. Waarom gaan we het over Allah azza wa jal hebben, geliefde broeders en zusters? Het is de eerste vraag, de allereerste vraag die jij en ik zullen krijgen in ons graf. Zoals we van kleins af aan weten en we worden opgevoed door de ahadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Die ons leren dat wij namelijk in onze graf, als het hier eindigt, en daar zijn we het allemaal over eens. Moslim en niet-moslim, gelovig en ongelovig. De atheïst of de agnos of de jood of de boeddhist of de moslim of zelfs de extremist. Of zelfs de racist, iedereen is het erover eens dat het hier eindigt. Iedereen is het erover eens dat hij of zij hier maar tijdelijk is en dan houdt het op. Ja. Dan geloven wij als moslim dat wij juist dan beginnen aan een volgende fase. Dan geloven wij als moslim dat wij dan juist vertrekken naar de ontmoeting met Allah, inshallah, met het eeuwige leven. En daar waar we de rekening van krijgen voor ons bestaan hier op aarde of de beloning voor onze inzet hier op aarde. Daar geloven wij als moslim in. En daar hoef je niet als niet-moslim hoef je daar niet in te geloven. Prima, maar daar geloven wij als moslim in. En daar werken wij voor. Daar proberen we dan ook onze kennis voor op te doen. Of onze daden op af te richten. En onze leven eigenlijk daarop in te richten. En als een leidraad of rode draad door ons leven te laten gaan. Dus wij die overtuigd zijn of geloven in het feit dat we dadelijk na het uitblazen van onze laatste adem en nadat wij gewassen worden en nadat wij verwikkeld worden en nadat er over ons gebeden wordt en nadat wij op de schouders worden gedragen en nadat wij in onze graven terechtkomen en nadat er zand over ons heen gaat en nadat er onze familie en naasten en geliefden om ons heen staan en de smeekbeden te verrichten zijn. Op dat moment, zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, ja, zullen wij een bezoek krijgen van de engelen. Zullen wij een bezoek krijgen van Munkar en Nakir. Zullen wij een bezoek krijgen om de drie vragen waar je van tevoren in jouw leven van de schepper al te horen hebt gekregen. Je gaat die krijgen, bereid je antwoorden erop voor. En daar is nergens, subhanallah, een rahma, dat is één. Allah is ar-Rahman, ar-Rahim, zo barmhartig met ons, dat hij ons eigenlijk zegt, luister, je krijgt dadelijk, je bent met een toets bezig, je krijgt dadelijk een punt, maar hier heb je alvast de antwoorden, hier heb je alvast de vragen. Ja, we weten allemaal dat we zeker in een fase op school, of een middelbare school of zoiets, als jij al van de leraar te horen krijgt dat je alleen maar in de volgende toets of proefwerk zou gaan, of tentamen, zou gaan over, je kreeg een heel boek, ja, je krijgt een eindexamen of zoiets, en als je een leraar alleen al zou zijn, nou uit hoofdstuk 12, daar komt een vraag voor, dan zei je, dat is de tofste leraar die er maar is, die heeft mij al verteld dat er in hoofdstuk 12 een vraag over zou gaan. Dan voelde je al geholpen, dan dacht je al, die is cool, wauw. Laat staan als die zou zeggen, hey, in de laatste alinea zit een vraag die voorkomt in de tentamen. Dan is het wauw. Er zijn sommigen, die vergeet je natuurlijk dan nooit in jouw leven. Leraren die op basisschool of middelbaar onderwijs of wat dan ook, die dachten van, weet je wat, ik wil haar of hem niet meer hier hebben volgend jaar in mijn klas. Geef hem maar het juiste antwoord, dan gaat zij of hij tenminste over. En die liep langs en die zei al zelfs het antwoord van sommige toetsen. Van sommige vragen. Die gaf je aan. En dan dachten de personen dan ook, die is echt geweldig. Die vergeet je nooit de rest van je leven. Wat was die goed voor mij? En subhanallah, waarom? Je krijgt al namelijk
alleen al een indicatie of soms een antwoord op de vraag. De meeste toetsen gaan van luister, leer of bereid je voor. Je weet juist niet welke vraag je gaat krijgen in het leven. Of dat nou een rijexamen is, als je dan van tevoren zou weten welke vragen precies, of welke schooltentamen of examen dan ook zou zijn. Ja, dat is, noem je het al bijna geen toets of examen meer. Als je van tevoren al weet, deze vraag ga je krijgen, je hoeft alleen maar nu snel dit antwoord te knallen. Daar waren we dan heel goed in, want dan leer je die, vul je die in en daarna doe je de rest van je leven er nooit meer mee. Nee, maar laten we, soms komen we weer eventjes flashbacks terug, maar misschien herkenbaar voor sommigen van jullie. Maar subhanallah, Allah azza wa jalla rahma gaat zo ver dat hij ons aangeeft, maar ik wil je niet laten zakken dadelijk. Ik wil je niet laten zitten dadelijk. Dit is net subhanallah, walillah met al-ala, Allah is vergeleken boven elke vergelijking. Is verheven boven elke vergelijking. Maar het is net alsof iemand tegen jou zegt als directie of als docent of als rijinstructeur of als professor of wat dan ook. Ik wil dat je slaagt. Ik wil niet dat jij dadelijk je diploma niet haalt. Ik wil niet dat je, want je verdient het om te slagen. Je verdient het om succesvol te zijn. Je verdient het om daar te kunnen genieten. Je verdient dadelijk een positie of een mooie of status of aanzien of een baan of wat dan ook. Ik wil jou niet laten falen. Ik wil jou niet laten zitten. En subhanallah, daarom Allah kijkt, spreekt ons aan en kijkt ons en benadert ons op die manier vol liefde, vol barmhartigheid, vol zorg en zegt tegen zijn schepselen, tegen de iedereen van jullie geliefde broeder en zuster, Allah zegt tegen jou, ik wil jou helemaal niet in Jehennem hebben. Ik wil jou niet in het helle vuur stoppen. Dat is niet, ik ben Ar-Rahman, dat overheerst. Inna rahmati taglibu ghadabi, zoals op de troon van Allah, zoals we in de vorige reeks in de Ramadan hebben uitgelegd, gegraveerd staat, of in ieder geval als motto staat, als slogan staat van Allah, is namelijk mijn rahma, mijn barmhartigheid, mijn genade zal het altijd winnen van mijn woede. Ja, ik kan woedend zijn. Ja, ik kan teleurgesteld in je zijn. Ja, ik kan zelfs kwaad op je zijn. Ik kan zelfs je de toren over je te laten. Maar dat wil ik niet. Daarom stuur ik alle mogelijkheden en alle middelen om jou te begeleiden richting een positie of richting daden of richting woorden waarin je mijn rahma weer krijgt en verdient. En dat is waar ik mee bezig ben, mijn dienaar en dienares, zegt Allah. Ik geef je dus de vragen en ik zeg jou en ik vertel jou al dat je hier maar tijdelijk bent op deze aarde. De ene twee minuten, de andere 2 weken, de andere 20 jaar, de andere misschien een 80 of een 100 jaar of een 120 jaar, maar je zal eindigen. En als je eindigt, zeg ik je er alvast bij dat jij niet 300 vragen gaat krijgen. Subhanallah, moet je eens voorstellen, ook in het leven, hoe hoger de diploma of de beloning, hoe meer vragen je krijgt. Je krijgt niet voor een afstudeerproject of wat dan ook, krijg je niet 2 vragen of 10 vragen. Een eindexamen krijg je niet 5 vragen. Nou, dan heb je gezien, misschien was het voor sommigen zo lang geleden, maar in ieder geval, ja, dan ging het echt om 30 of soms 80 of soms zelfs boven de 100 en soms een hele week aan tentamens en het ene naar de ander, als je ze bij elkaar optelt, misschien 100 vragen. En als je daar alles voor hebt geleerd of hebt geknald en dat hebt ingevuld en daarna wordt gekeken en van die 100 vragen daar een percentage zit uiteindelijk boven de voldoende, boven de 5, dat je dan eigenlijk pas in aanmerking zou kunnen komen en zou kunnen slagen. Allah subhanallah zijn rahma die zegt, ik maak het makkelijk voor je. Allah zegt tegen ons, ik geef jou maar 3 vragen. Geen 300. Terwijl de opleiding die je volgt duurt 4 jaar en ik geef je er bewijzen van 400 vragen over. Het leven dat je leidt kan 120 jaar duren, maar ik geef je de 3 vragen. Kan 30 jaar duren, maar ik geef je er maar 3 vragen over. Kan 10 jaar duren, ik geef je er geen vragen over. Want je moet eerst de volwassenheid hebben bereikt, want dan ben je pas verantwoordelijk. Zelf je subhanallah, wow. Kijk hoe Allah met ons omgaat. Zeg, elke keer, geliefde broeders en zusters,
merk ik als ik weer duik in de namen van Allah of in de relatie met Allah of in de kennis met Allah. Uqsimu billah, het hart wordt warm van de rahma waar het mee bereikt. Want ik weet, als een persoon die tekort schiet en die zondes heeft en die zaken niet perfect doet of goed doet, goed genoeg doet enzovoort. Wat ik een tekort schiet in aanbidding, in dank, in naar Allah azza wa jal toe enzovoort. Dat je denkt, ja Rahman, zo, ja Allah. Wat heerlijk om met u bezig te zijn. Want met u bezig te zijn verrijkt mij, verwarmt mij en maakt mij gelukkiger. U bent ver verheven boven. U hebt dat niet nodig. En als ik dan stilsta bij dit soort zaken, denk je elke keer, subhanallah. Daarom, geliefde broeders en zusters, leer als je weer iets hoort en je denkt, wow, zo dacht ik er nooit over. Zo heb ik er nooit bekeken of zo heb ik er nooit bij stilgestaan. Ja, hou het actief en schrijf inderdaad, subhanallah. Zeg alhamdulillah. Typ even alhamdulillah. Laat die vingers een aanbidding doen. Typ eindelijk daarmee een aanbiddingsvorm. Alhamdulillah. Typ subhanallah. Typ mashallah. Maar dank Allah op allerlei vormen, want dat is ook een vorm van gedenken van Allah. Laat dat hart wat jij roept niet alleen maar zo. Typ het, deel het en laat merken inderdaad van, ja Allah, wat bent u barmhartig met ons, subhanallah. Ik mag nu al 41 jaar leven. En als ik vandaag mijn laatste adem uitblaas, zal ik morgen 3 vragen krijgen als ik in mijn graf word gestopt en niet 41 vragen. Eigenlijk zou je bewijzen van alleen al voor elk jaar 1 vraag krijgen, dan zie je al hoeveel vragen je zou moeten beantwoorden. Dan zou ik al 41 vragen moeten beantwoorden. Subhanallah. Zou ik het redden? Allahu alam. Allah zegt tegen jou 3 vragen. Ja? En de eerste van die 3 vragen, geliefde broeders en zusters, is Man Rabbuk. Wie is jouw Heer? Vertel me over Allah. Daarom heet deze serie, heb ik hem zo genoemd. Vertel me erover. Ik heb hem ook zo bewust genoemd. Want, hey, dat is de vraag die de engel op een andere manier stelt in het Arabisch. Man Rabbuk. Wie is jouw Heer? Vertel me eens, kom eens. Wie is dat? En dit is waarom ik deze serie ook eens bewust zo heb genoemd, is omdat deze vraag in mijn leven misschien gesteld kon worden en ik weinig daarover kon zeggen. Weinig kon antwoorden. Weinig eigenlijk daarover kon vertellen. Als een niet-moslim of als zelfs een moslim, en vooral een niet-moslim, mij zou vragen, ja Ali, nou, je hebt het toch over die islam, of ik zie dat je als collega of als weet ik veel, of als buurman moslim bent en je bent, vertel me dan eens over Allah, wat is dat? Ik ben misschien geïnteresseerd, ik ben ook zoekende. Hoe vaak ik nu in mijn leven deze vraag ook krijg, ik ben zoekende, ik ben aan het vergelijken, ik geloof dat er iets is, dus ik wil meer verdiepen, maar dus vertel me over jouw religie dan, of vertel me over Allah dan. Ja, alhamdulillah kan ik er nu iets meer over vertellen. Maar er waren ook fases in mijn leven dat ik eigenlijk op dat moment niet verder kwam. Ja, dat is God. Ja, die heeft alles geschapen. Ja, dat is verder kwam ik niet. Dan ging je het misschien. En dan schaamde je diep van binnen. Want nu eindelijk iemand die je vraagt, vertel me over Allah. En jij weet dat je overtuigd bent dat er geen God is die het recht heeft om aanbeden te worden. Behalve Allah. Maar je niks erover kan vertellen. Dat niet na 3 seconden als een stilte zou vallen. Bij sommigen misschien na 10 seconden. Bij anderen die iets beter zijn, misschien na een minuut niks meer verder. Alleen in een herhaling vallen. Ja, dus Allah. En hij heeft alles geschapen. Het universum, de mensheid, enzovoort. En ja, er zijn hiernamaals. En nee, daar heb ik het niet over. Ik heb het niet over hiernamaals. Ik heb het over Allah. Vertel me over Allah. Wie is Allah? Wat dat ding? Wat zijn ze? Nou, de eigenschappen. Waarom hou je van Allah? Waarom geloof je in Allah? Waarom zoek je je steun dan bij Allah? Waarom klop je aan bij Allah? Waarom verwacht je iets van Allah? Waarom? Geef me daar antwoorden op, alsjeblieft. En dat is de kunst, geliefde broeders en zus. Daarom geef ik ook in de fysieke lessen, zei ik dan ook altijd, probeer eens een spiegel voor te houden. En dat doe ik altijd ook zelf en hou ik mezelf ook voor als eerste. Een stopwatch zelfs, die we allemaal op onze telefoons hebben. Om die op start te drukken en dan te beginnen te vertellen over Allah.
En het liefst zonder herhaling te vallen. Ja, hij is de meest barmhartige. Ja, en hij is, heeft alles gezegd. Klopt, allemaal mooi, mashallah, is goed. Die mag je ook nog één keer noemen. En dan? Hoe ver komen we dan? Wat kunnen we nog meer daarover vertellen? Wat is mijn relatie met Allah met via deze namen en eigenschappen? En dan zie je druk op stop op het moment dat er een lange stilte valt. Langer dan 3 seconden. Of langer dan 10 seconden zelfs. Druk maar dan op stop. En dan zie je, en dan kijk je recht in de spiegel en dan zeg je, ik moet hier wat aan doen. Want ik hou wel degelijk van Allah. Een feit dat jij hebt ingeschreven, omwille van Allah. Dat jij je wil verdiepen in Allah. En dat jij warm wordt van het hebben over Allah. En dat jij geconcentreerd je ziel, je hart verwendt met Allah. Getuigt ervan dat jij houdt van Allah en dat er iets goeds voor je. Misschien zelfs bij je deze lessenreeks aan het volgen als niet-moslim. Maar jouw hart is op zoek en schreeuwde ooit, ik ben op zoek naar de waarheid. Of ik ben op zoek naar iets wat bij me past, wat bij mijn ziel past. Ik ben op zoek naar een religie of naar een God in mijn leven een plek te geven. En hij antwoordde die smeekbeden door jou via bij een of andere lessenreeks of bij deze online lessen terecht te komen. Of een of andere collega of een of andere vriendin of een of andere zakenpartner of whatever. Jouw pad te doen kruisen. En hij zag dat er goedheid in jouw hart zit. Maar nu is het dan inderdaad voor ons allemaal. Hoe meer stappen kunnen wij maken om richting Allah? Dus de eerste vraag in je graf is mijn Rabboek, vertel me over Allah. Dat is ook de allerbelangrijkste reden dat wij daar op die vraag een antwoord moeten hebben. En het liefst een mooi antwoord moeten hebben. Het liefst een uitgebreid antwoord moeten hebben. Het liefst zelfs dat we zelfs... Kijk dat als, waar ze over zeggen, waar het hart vol van zit, loopt de mond van over, in het Nederlands gezegd. Dat jouw hart zo gevuld is met Allah, maar ook dus daarom je kennis over hem, waardoor je op een gegeven moment niet te stoppen bent, dat je al nee, op een gegeven moment merkt van, hey Safi, laat maar, is goed, ik heb duidelijk gezien dat jij... Kijk dat als je iemand wilde testen, of zeker door mensen die in het onderwijs waren, of iemand wilde toetsen, of zelf met kinderen werken of zoiets... Bij een toets soms wil je iemand testen of die heeft geleerd of wat dan ook. En je stelt een vraag en hij of zij begint het antwoord te geven. En het antwoord is heel lang, maar je merkt al, klaar, die heeft hem al. Na 3 seconden zeg je, Safi, hasbuk is goed. Je hebt bewezen dat... Ik hoef niet heel de bladzijde nog van jou te horen. Je hebt al laten merken. En je hebt anderen die ook een antwoord beginnen te geven. En niet verder dan komen dan... Ik heb het hier. Op de punt van mijn tong. Ja, op de punt van mijn tong. Bij alles. Ja, Allah, ik wist het nog. Dat is hetzelfde. Ja, vertel me over Allah. Hier kan je die nog maken. Hier kunnen wij die nog maken, geliefde broeders en zus. Maar een meter onder de grond. Munkar en Nakir. Zdef. Ik hoef niet in details te treden. Ik hoef niet in details te treden. De hadith zijn daarover bekend. Ja? Dat het voor de mensen die op deze 3 vragen zich niet hebben voorbereid. En op deze 3 vragen hun eigen antwoorden wilden geven. Of de foute antwoorden hebben. Dat het al de eerste fase is waarin je... Of de eerste, zeker in al-Barzakh en het hiernamaals. Is dat al... Ja, gebeuren daar al zaken... Waar mogen Allah jou en mij en iedereen die wij lief hebben daarvan behoeden. En die vragen, geliefde broeders en zusters, die zul je naarmate je daarna hebt geleefd makkelijk kunnen beantwoorden. Of moeilijk kunnen beantwoorden. Je kan ze, eerlijk gezegd, ja, wat de hadith daarover zegt, je kan ze of beantwoorden of niet. Je gaat haperen en je kan ze niet half beantwoorden. Je kan ze niet half beantwoorden. En hoe gaan ze je makkelijk af als jij je hele leven, ja, bewust was van die 3 vragen. En je hele leven hebt ingericht om die 3 vragen heen. Want de 3 vragen zijn man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk, wa ma taqulu fi hadha ar-rajul. Wie is jouw Heer? Vertel me over Allah.
Vertel me eens over je religie. Wat houdt dat nou precies in? Ja? En dan is het niet alleen maar vertel. Ja, de islam heeft 5 pilaren. En de eerste is salah. En zakah. En siyam. En hajj. En... Nee, nee. Ja? Vertel me over Allah. Vertel me over die religie. Ja? En vertel me over Mohammed sallallahu alaihi wasallam, waarvan je beweert van te houden en te volgen. Vertel me erop. En degenen die daarna hebben geleefd, degenen die zich hebben ingespannen, degenen die zich hen hebben verdiept, ja, die zullen die vragen kunnen beantwoorden. Degenen die hun hele leven, in welke fase ook ze, zelfs in hun mindere periode, zelfs in hun omwegen, zelfs misschien in hun slechte fase in hun leven of wat dan ook, toch iets hadden van, hé, ja, maar... Nee, ik ben niet goed bezig, want daar moet ik me mee bezighouden. Nee, dit is niet een leven... Zo wil ik niet sterven, hoor je ons vaak zeggen. Nee, maar zo wil ik niet sterven. Nou, die mensen die zijn al bezig in ieder geval van... Hé, maar ik heb geen antwoorden op deze belangrijke vragen. Ik heb geen antwoorden op deze hele belangrijke vragen. En degenen die daar wel mee bezig zijn... Ja, bij elke daad die ze begaan, vragen ze zichzelf af... Wow, hoe ga ik dit bij Allah verantwoorden? Bij een zakendeal die ze doen. En ze kunnen iemand misschien flashen. En ze kunnen iets verdraaien. En de deal wordt ineens 100 keer interessanter en meer. Toch drukken ze op de rem en zeggen ze... Nee, maar Rabbok. Weet je wie jouw heer is? Weet je wie jouw heer is? Al-Adl. De meest rechtvaardige. Hij is Al-Jabbar. Degene die iedere... tiran op zijn plek zal zetten en onrechtpleger op zijn plek zal zetten. En ga zo maar door. Iemand is daarmee bewust. Met het onrecht doen van anderen. Met het uitgebreid in het leven ben je dan bewust met elke stap. Of het nou zakelijk is of relationeel is. Of dat nou in de opvoeding is. Of dat nou met je omgang met anderen is. Of dat in jouw kledingstijl is. In jouw eigen aanbidding. In douwen. In op alle vlakken ben je dan bezig met hoe ga ik dit bij Allah kunnen verantwoorden. En ja, we zijn mens, we zijn zwak, we hebben sterke punten en op andere vlakken misschien mindere punten. Ja, op sommige punten zullen we door de mand vallen, door het ijs zakken zoals ze zeggen. Maar we zijn wel bewust van Allah. En we weten dat we met andere vlakken weer punten kunnen scoren en strijdbaar eruit kunnen komen en grote stappen kunnen maken en onze zondes en tekortkomingen weggeveegd kunnen krijgen en vergeven kunnen krijgen. Want op die manier ben je bezig namelijk met onder andere een naam die we ook in deze reeks gaan behandelen, namelijk bijvoorbeeld Al-Ghafoor. Ja, die ga je leren kennen en geeft je dan weer hoop, ondanks dat je een zondaar bent. Ondanks dat je tekort schiet, ondanks dat je weer uitglijdt, ondanks dat je een lange periode misschien op een bepaalde leefstijl hebt of wat dan ook. Maar als je Al-Ghafoor ontdekt, geeft het jou weer hoop. En dat is onder andere een van de mooie eigenschappen van Allah waarom wij daarin verdiepen. Daarom, geliefde broeders en zusters, wat onze fouten ook zijn en tekortkomingen en zonden die we allemaal hebben. We hebben allemaal wel ergens een zwak voor, we zijn niet perfect. Maar het leren kennen van Allah geeft weer hoop. Het leren kennen van Allah leert je dat je niet alles hoeft op te geven, zoals we in de vorige les ook zeiden bij de verhalen van de profeten. Als je een deel daarvan wel kunt doen, als je een deel daarvan wel aan vast kunt klampen en wel profijt uit kunt halen. De kennis over Allah waar jij je voor hebt ingeschreven, waar je mee bezig zult zijn. Wallah adhim, het is de meest gezegende kennis. Ja, het meest gezegende onderwerp waar we het over kunnen hebben. Vertel me alsjeblieft. Als je het hebt, wil ik het graag van je leren. Wat is er nuttiger om over te praten? In welke zitting dan ook? In welke zitting dan ook? Dan over Allah. Hoe onze relatie daarmee is. Hoe wij in het leven staan en dat we nog moeite hebben tegenover hem met dit. Of dat we misschien kunnen versterken op dat. Of dat we dit niet doen vanwege dat. Enzovoort. En waartoe hij in staat is en wat hij ons geeft en hoe dankbaar we kunnen zijn en wat we nog meer van hem kunnen krijgen en hoe hij ons uit zelfs deze situatie kan halen en wat er op ons wacht als we onze sabr en geduld hebben enzovoort. En wat is er heerlijker? Heerlijker. Alles is met Allah constant bezig, geliefde broeders en zus. Alles. Zijn schepping, alles wat hij heeft geschapen, is met Allah azza wa jal bezig, behalve de mens.
Daar is een deel van de mensen soms met Allah bezig. En zelfs nog niet altijd, maar een deel is soms met Allah bezig. En een groot deel is daar totaal niet mee bezig en misschien helemaal niet van bewust. En sterker nog, ze bestrijden hem. Terwijl Allah azawajal alles wat hij heeft geschapen, elke plant, elke boom, elke zee, elke steen, elk dier, elk insect, alles wat hij heeft geschapen, weet je wat hij daarover zegt? تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا الله عز وجل زهد تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ Allahu Akbar. Weet je wat hem prijst? Weet je wie hem wel in hem gelooft, dankbaar is en hem constant zijn lof toeschrijft die hij verdient? Die geen enkele seconde niet met hem bezig zijn zoals de mens dat wel doet of soms jaren niet meer met Allah bezig is? Weet je wie? Allah geeft aan, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'a. De zeven hemelen. En wat nog meer? Wal ard en de aarde. De zeven hemelen. En de aarde, is dat voldoende? Nee. وَمَنْ فِيهِنْ Alles wat zich in die zeven hemelen bevindt en alles wat zich op aarde en in aarde bevindt, is connected met Allah. Heeft een sterke verbinding met Allah. Heeft vier streepjes ontvangst met Allah. Vier streepjes. En de mens... Bij drie streepjes op dit ding heb ik vaker gezegd. Bij drie streepjes hierop, ja, raken wij in paniek. Bij twee streepjes beginnen wij al rond te lopen. Waar kan ik aan vier streepjes connectie komen? Bij één streepje of geen zijn sommigen van ons bereid om hun leven op het spel te zetten. Zoals we vaker zien in Marokko. Ja, of op bepaalde plekken uit het balkon half erin hangen. Waarom? Denk je, waarom zit hij daar helemaal? Wilt hij zelfmoord plegen? Nee, want daar is de connectie beter. Ah, en geen connectie. Hier is de wifi sterk. Hier is de subhanallah. Of om de sterke connectie. Voor onze telefoon of voor onze gebruik zijn wij bereid om te verplaatsen, om zelfs op te staan, om zelfs gelijk te zoeken en ons zorgen te maken, te googlen of er een storing is of wat dan ook. Zijn wij bereid om zelfs uit ramen te hangen en uit treinen te gaan en weet ik veel, uit balkons te dingen en naar buiten te lopen en in de kou te zitten en noem maar op. Maar... De connectie met Allah, om die op vier strepen te houden. Of op zijn minst op drie. Dan zie je dan, hey. Maar Allah herinnert ons hiermee, subhanallah, en zegt, hey. De rest is constant connected. Sterker nog. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Er is niets. En niks en niemand in de hemelen of op aarde, ja, die van Allah, die Allah azawajal heeft geschapen, of dat Allah heeft geschapen, of het prijst Allah, het is connected met Allah, alleen jullie weten niet op welke manier. Jullie horen, jullie verstaan het misschien niet. Dus met andere woorden, zelfs een mier doet aanbidding en is connected met Allah. Yusabbih, de bomen, de planten, de zeeën. Op een manier die wij niet kunnen omvatten, niet kunnen horen. Je hoeft niet te proberen, je weet, je bent één, van één ding ben je misschien nu wel overtuigd door National Geographic en alle andere kanalen die ons leren, de wetenschap vandaag de dag, dat mieren communiceren. En je ziet dat op welke manier dat gebeurt. En dat er bepaalde patronen in zijn. Dat er bepaalde zelfs taken zijn. En takenverdelingen. Een heel systeem. Een heel leven. Een heleboel dingen. En zelfs een indrukwekkende wereld. Dat alleen. De mier. Een van de kleinste schepselen van Allah. Dat zelfs communiceert. Maar als je daar wel van overtuigd bent. Je bent ervan overtuigd. Maar je weet... Al ga je naar de grond met je oren, je zult ze nooit horen. Rijmt ook nog, man.
Al ga je naar, naar de grond met je oren, je zult ze nooit horen. Ja? En je zult ze nooit verstaan. Zelfs als je ze zou horen, zou dat al een wonder zijn. Dan moet je ze nog verstaan. Ja, van die fantasten altijd, hè? Die subhanallah doen alsof ze alles verstaan. Je zit naar een of andere Bollywood film te kijken, tot die hele dingen, die taal beheersen ze niet, maar ze zitten naast je, oh Allah, la raqatlo, raqalla, ze zei, en hij zei, ik had zo'n tante, subhanallah, mam, Fatima, ja, die vroeger echt helemaal wild was van die Bollywood films. Hoe heet dat, Shah Rukh Khan en heel die dingen, Zindagi, Minha, weet ik veel allemaal. En als wij zaten te kijken, en ze was voor die tijd nog met de videobanden en noem maar op, de hele familie bij elkaar, één keer in de week, want hey, daar ging er weer, was er weer een film uit van 7 uur. Als wij dan zaten, subhanallah, zij was helemaal verslaafd, ze had die dan schijnbaar al 500 keer gezien, daarom kon zij naast ons zitten en zeggen, hey, en die zegt, je weet hoe dat is, toen nog niks ondertiteld, tegenwoordig alles ondertiteld, toen niks, ja. En dat zij gewoon daarnaast zijn en zei, ja, raqaltlo, ja. Laqalla, oh, zij zei tegen hem, oh, zij zegt nu, ja, weet je wat hij zei? Weet je wat zij zei? En wij begrepen, later in je leven denk je, hoe dan? Dat je ons dat wijs hebt kunnen maken. Dat je ons dat, misschien inderdaad na zoveel jaar kijken, heb je een beetje kunnen invullen, ja, wat er dan gezegd zou moeten zijn. Maar dat sommige mensen misschien even naar beneden zouden gaan en een mier zouden horen en kunnen uitleggen wat die mier heeft gezegd. Allah zegt ons, وَلَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Jullie, ja, alles op aarde en in de hemelen prijst Allah, is connected met Allah, doet salah, doet aanbidding, doet dikker. Alleen jullie doen dat door te buigen en te zitten en dit en de tahiyyah te doen en de salah en de Koran te lezen en de dua te doen enzo. Dat is de menselijke manier, dat is jullie manier. Voor alle andere schepselen is dat een manier die jullie niet, waar jullie geen weet van hebben. لَا تَفْقَهُونَ, klaar. Ga ook niet moeilijk, ga ook niet... vaak zie ik, weet je, bepaalde dingen, zoals ik vaker heb gezegd. Ja, zie je, subhanallah, weet je wel, van die... ja, en kijk, die boom, die is helemaal gebogen. Hij doet de rokoor, hij is in bidden. En ik, subhanallah, dan is hij vast blijven in de rokoor. Maar het gebed kent toch ook een sujoed en opstaan en tahiyya. Waarom zag je die boom dan niet deze doen? Salaamu alaikum. Dan ben ik pas... You want to impress me? Wil je dat ik onder de indruk raak? Laat mij zien dat die boom zelfs ook nog daarna dit doet. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Dan ben ik onder de indruk. Maar dat een boom gebogen is en je komt mij dan wijs, maar oh, subhanallah, kijk, hij doet, hij bidt ook. Met alle respect. Met alle respect. Sommige zaken kunnen ook gewoon... Ja, moeten we ook niet in overdrijven. Ja, dat een kameel bepaalde zijn dingen, zijn baasje waar hij helemaal mee opgegroeid is, ziet gaan liggen en dat hij ook mee gaat liggen. Ja, sommige zaken. Heeft hij het door? Is hij een aanbidden? Is hij aanbidding? Het is hetzelfde als dat wanneer jij als mama of als papa in bidden was, ja, of aanstaande mama of aanstaande papa, inshallah, en jouw kind van negen maanden of zoiets. Weet je al, net misschien nog een kruipen opstaan of net in het lopen, de eerste jaar. En die ziet mama en papa bidden en die begint ook zo, hup, drollen, op te staan enzovoort. Die doet gewoon na. Kunnen we zeggen, ja, Allah, laat ik mijn kind raki salli. We zeggen dat wel in de volksmond, maar is hij echt bezig en is zij bezig dat zij op dat moment Allah aan het aanbidden is? Nee, zij ziet een bepaalde beweging die zij of hij ongeveer kent. En mama en papa doen dat, dus die gaan. Dat is leuk, schattig om te zien, geweldig. Top dat ze het laten zien vanaf kleins af aan. Maar we moeten ook niet overdrijven. Net als dat een kameel of een paard ineens dit gaat doen, of een boom zo is, of een bloem. Namelijk, la tafqahuna tasbihahum. Jullie zijn niet op de hoogte, jullie kunnen, zullen nooit horen of wat dan ook, op welke manier hij of zij dat doet, dan moeten we ons daarbij neerleggen en ons eerder afvragen, subhanallah, dat alles en iedereen connected is met Allah, maar wij daar tekort in schieten. Laten we ons best doen om daar vaker te streven naar die 4 strepen, in connectie met Allah azza wa jalla, naar een goede ontvangst en verbinding. Al-Ghattab moet bloemen voor zijn vrouw gaan kopen. Nou, Karima, kan je zeggen, met het openen van de zaak hebben we in ieder geval nu bloemen voor de komende 2 jaar. Dus ze kan voorlopig vooruit. Geir, inshallah. Ja,
Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben dat Allah Azza wa Jal, wanneer je bezig bent met Allah, dat je daar een iman boost van krijgt. Er is niets waar je meer een iman boost van krijgt dan het hebben over Allah Azza wa Jal. En wanneer wij meer kennis opdoen over Allah, wanneer wij namelijk daarom de opdrachtgever beter leren kennen. Soms horen wij alleen maar dat wij moeten gehoorzamen aan onze schepper. En maakt het ons voor ons soms moeilijk om een aanbiddingsvorm te doen of vol te houden. Weet je waarom? Omdat wij de opdrachtgever niet genoeg kennen. Als jij een opdracht krijgt van iemand waarvan je zoveel respect hebt, waar je waardering hebt, of waar je zo weet waartoe hij of zij in staat is om jou op te tillen in een carrière of in een bedrijf of in een maatschappij of in de sport of wat dan ook. Als de opdracht van hem of haar komt, zul je eerder luisteren en zelfs met plezier uitvoeren. En sterker nog, je bent er trots op dat je gelijk die opdracht invult. Maar waarom? Je weet dat hij in staat is of zij in staat is om je eigenlijk naar een hoger niveau te tillen. En te belonen en misschien iets voor je te betekenen. Wanneer je ziet dat die persoon, de opdracht komt van een persoon die helemaal niks voor je kan betekenen. Die misschien helemaal eigenlijk niks waard zou zijn, die helemaal eigenlijk geen deuren kan openen, die helemaal eigenlijk, ja, waar je, ook al is de opdracht juist, ook al is de opdracht goed, ja, het is moeilijker om het vol te houden, om daarvan te accepteren en dat vol te houden, de opdracht. Op een gegeven moment gaat de shit aan jezelf invloeden, ja, waarom moet je dat van haar hoor? Waarom moet je dat zeggen? Nou, van die stagiaire, nee, als de baas dat zegt, oké, maar als de stagiaire, wie is zij? Ze komt net aan het leren, ze is net. Binnen een bedrijf zo is er een poetsvrouw die komt langs en die geeft ook een. Ja, sorry, ga ik niet naar een poetsvrouw even luisteren. Mensen zijn heel denigrerend, weet je wel, als het gaat om. Terwijl die misschien. Maar daarom, wanneer wij weten, ja, wanneer wij de opdrachtgever beter kennen, zullen wij minder moeite hebben met de opdrachten. Als we dan een opdracht horen dat we ons op een bepaalde manier moeten aan. Kleden, op een bepaalde manier moeten wel of niet eten, op een bepaalde manier moeten aanbidden, op een bepaalde manier moeten handelen, op een bepaalde manier met anderen omgaan, wat wel nog kan en niet kan enzovoort, op een bepaalde manier, dan zal dat een stuk makkelijker zijn. Daarom zie je dat op een gegeven moment diegenen die Allah gevonden hebben en hun rust bij hem hebben gevonden, dat ze sommige opdrachten die voor anderen als bergen lijken, heel makkelijk accepteren en zeggen, nou, voor mij is het echt geen probleem om vanaf nu daar vanaf te blijven. Geen enkel probleem. Voor mij is het geen enkel probleem nu meer. Ja, om dit niet meer te dragen. Of dat wel te dragen. Of een ander. Voor mij is het geen probleem om dit niet meer te eten. Of dat niet meer te drinken. Of wat dan ook. Ik heb iets gevonden in mijn leven wat mij verrijkt. Ik voel nu al de connectie. En ik voel de positie. En ik voel waartoe hij in staat is. En wat hij mij nu al heeft gegeven. Dat het voor mij een kleine moeite is om dit voor hem op te offeren. Kun je het voorstellen dat je dan nog meer in hem gaat verdiepen. En dat je daartoe in staat zal zijn om nog grotere bergen te verzetten? Ida urifa al-amir. Sahulat alayna al-awamir, zegt in het Arabisch. Als wij de opdrachtgever kennen, zullen de opdrachten vanzelf een stuk makkelijker worden. Makkelijker worden. Hoe kunnen we van hem houden, geliefde broeders en zusters? Ja, en hem vrezen. Op hem vertrouwen. En hem op de juiste wijze aanbidden. Als we hem niet voldoende kennen. Hoe? Vind je het gek dat we. Ja, als wij hem niet op de juiste aanbidden en niet op de juiste manier op hem vertrouwen en niet op de juiste manier van hem houden. Ja? Dat komt omdat wij hem niet voldoende kennen. Als we dat gaan verbeteren, zul je zien dat onze vertrouwen in hem toeneemt, het houden van toeneemt, maar ook onze aanbiddingen verbeteren en versterken. En onze dagelijkse struggles, uitglijders en zonden die we allemaal hebben, die komen juist voort uit het feit dat we Allah niet goed genoeg kennen. Dat is een simpel, eigenlijk, formule. Een simpele formule. Op het moment dat we in een fase in ons leven zitten, dat we weer helemaal vol in struggles, uitglijden, zondes enzovoort zijn, moeten we echt een spiegel voorhouden en zeggen van, ben ik in deze periode
voldoende connected geweest met Allah? Of ben ik in deze periode voldoende connected met Allah? Ben ik voldoende daarmee bezig? Het kan best zijn dat ik een fase had dat ik er heel erg mee bezig was en heel veel over wist enzovoort. En dacht van ja, maar ik weet heel veel over Allah. Ja, ik ken Allah nu. Nee, nee, ik heb het over die fase waarin jij en ik zoveel uitglijden en zonden en zondigen en weinig aanbidden of niks goeds doen enzovoort. Dat we dan, als we in die negatieve spiraal terecht zijn gekomen, dat we dan onszelf een spiegel moeten voorhouden, moeten afvragen. Hoe zit het met mijn situatie, met mijn connectie op dit moment met Allah, met mijn kennis doen over Allah, met mijn gedenken van Allah, met het boek van Allah en dat soort zaken. Geir, geliefde broeders en zusters, hoe we dat gaan doen, Allah Azza wa Jal leert ons dat wij mee bezig zullen zijn via de Koran en de Sunna met Allah. Via de Koran en Sunna, in de Koran kunnen wij namelijk Allah leren kennen, want het is zijn woord. Hij praat tegen jou en mij. Wil je iemand leren kennen, spreek iemand, ook in het dagelijks leven. Ja, mensen vertellen je over hem of haar of hun of wat dan ook. Maar de beste manier om iemand te leren kennen is uit zijn eigen mond of haar eigen mond of hun eigen mond iets te horen. Te ervaren. Een afspraak te hebben. Ja? Een koffietje te doen. Of een afspraak te maken. En direct op de man te vragen hoe hij of zij op dit punt staat. Kan zakelijk zijn, kan carrière zijn, kan studie zijn, kan op allerlei vlakken, kan relationeel zijn, kan spiritueel zijn, kan voor alles zijn. Alles wat je hoort van anderen, laat het bevestigd worden of zelfs tegengesproken worden door de persoon zelf. Dan leer je pas mensen echt kennen hoe zij met jou zijn. Want de roddels en de lasters die er altijd zullen zijn, ja, die geven jou, brengen jou in een hoek waarin je misschien de shaitaan en jezelf, ja, een vals beeld geeft van iemand, of een onrecht doet aan iemand, terwijl de eerste ontmoeting die je met haar of hem of hun hebt, ja, of je is even een korte gesprek, of dat is, dan denk je, subhanallah, met die persoon, daar komt alleen maar al-gheir uit, naar mij toe. Die personen, daar komt alleen maar al-gheir uit. En ik ben de hele tijd, ben ik eigenlijk gebrainwashed, heb ik misschien vooroordelen in mijn hoofd gehad door al die informatie. Maar ja, ik merk dat ik zal maar beoordelen hoe ik hem of haar ken, of hoe hij tegen mij is of tegen mij spreekt, of hoe zij tegen mij is of tegen mij spreekt en met mij aan. Daar ga ik mijn oordeel over vestigen. Allah, geliefde broeders en zusters, spreekt rechtstreeks tot jou. Heeft jou een boek gegeven waarin hij zegt, dit zijn mijn woorden voor jou. Voor jou. Dus wil je hem leren kennen, dan doe je dat natuurlijk via een direct gesprek met hem. Wil je mij leren kennen? In het gebed ben ik in gesprek met jou. Via mijn profeet, de sunna van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, bestaan verschillende hadith die jou dichter bij mij brengen en laten zien waartoe ik in staat ben, wat voor eigenschappen ik heb en wat voor namen ik heb enzovoort. Daarom zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, walillahi al-asma'ul husna. Of Allah zegt in de Koran, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Tot Allah behoren de schone namen. Vraag hem daarmee. Doe dua daarmee juist. Gebruik het. Het is niet een kwestie alleen van, ja, maar ik weet dat de naam van Allah Al-Jabbar is. Ik weet, oh ja, ik heb een neefje die heet Al-Mun'im, Abdul Mun'im. Dus Allah zijn naam is Al-Mun'im. Oh, ik weet dat er iemand is, namelijk die een broer of zus, die heet Rashid of Rashida. Dus Ar-Rashid, ja, is de naam van Allah. Nee, dat is de kunst niet. De kunst is, wat betekent die? Wat voor eigenschappen zitten? Hoe kan ik Allah daarmee vragen en aanbidden? Wat voor kracht kan ik daaruit halen uit die namen? Leerstelling kan ik daaruit halen? Hoe kan ik me daarmee versterken in mijn dagelijkse struggles? In mijn leven, in de fase, in mijn dingen, in mijn huwelijk, in mijn school, in mijn studie, in mijn relatie met mijn ouders, in mijn relatie met mijn niet-moslim collega's of buren, in de maatschappij, bepaalde momenten en beslissingen die ik neem in mijn carrière of mijn op zakelijk vlak of wat dan ook. Die hele tijd, ja, zegt Allah Azza wa Jalla, hier heb je, ik heb 99 namen voor jou. Ja? En meer zelfs, zoals we vorige keer ook hebben uitgelegd.
Kies er maar één uit of kies er meerdere maar uit waarop je beroep kan doen. En gebruik ze, leer ze, praktiseer ze, vraag me daarmee. En ik kom jou tegemoet. Li'annaha, de metgezel, subhanallah, zoals we vorige keer ook hebben verteld, dat ze een van de metgezellen, ja, altijd ging voorbidden, als hij ging voorbidden met surat al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Elk gebed. En zelfs als hij een andere sura zou lezen, zou hij eerst er nog voor Qul huwallahu ahad doen en dan pas een andere sura. Totdat sommige metgezellen naar de profeet als hem kwamen en zeiden, ja Rasulullah, we moeten echt even met hem praten, want elke keer als wij bidden, bidt hij alleen maar met Qul huwallahu ahad. En Mohammed, zoals hem zo wijs als hij is, hij gaat niet alleen maar uit van praten van anderen, al zijn het metgezellen, subhanallah, hij zegt tegen ze, vraag hem wat de reden daarvan is. Zij gaan terug en ze vragen, wil je één ding weten? Elke keer als we achter jou bidden, zeg je Alhamdulillah Rabbil Alameen, Rahman, Amin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Oké, waarom? En dan zegt deze metgezel, li'annaha sifatur rahman, fa'ana uhibbu an aqra'a biha. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu. Subhanallah. Hij antwoordde, weet jullie waarom ik de hele tijd met altijd in elk gebed Qul huwallahu ahad lees? Omdat dat namelijk de namen zijn van Ar-Rahman, van de meest barmachtige, van Allah. En om fa'ana uhibbu an akhra, ik hou ervan om elk gebed of elke sura vooral eigenlijk de namen van Allah te noemen. Ik ben er gek op. Ik ben helemaal gek, connected met de namen van Allah. En ze gingen terug naar de profeet en zeiden, ja Rasulullah, we hebben hem misschien gevraagd. Waarom deed hij dat? Bij ons zouden we antwoorden, ja Rasulullah, hij deed dat omdat ze de hele dag nog moest bidden. En je weet, de kortste sura, Allahu Akbar, subhanallah, omdat we heel snel het gebed af willen zijn. Of inna ta'ina kalika wa ta'ala salli rabbika al-hanina shari kolabtar. Of al asr in de zijn vier. Wow. Alleen de kortste sura, waarom? Yalla, doe het, zillik. Zijn we sneller van het gebed af. Dus bij ons zouden ze naar de profeet zeggen gaan. Ja, we hebben hem of haar gevraagd, ja Rasulullah. En zij bidt altijd met Qul huwallahu ahad. Of hij bidt altijd met Qul huwallahu ahad. Omdat hij dan sneller door kan gaan met voetballen kijken. Of de tv kijken. Of de scrollen of whatever. Of subhanallah. Dus... Maar bij hem, zij zeggen, we hebben hem gevraagd en hij herhaalt altijd deze sura, omdat hij zegt, het gaat over Allah, volledige sura. Allah stelt zich namelijk daarin voor aan alles en iedereen, aan Quraysh op dat moment toen ze vroegen, ja vertel ons dan over jou heer. Wij hebben verteld over Hubal en Lat en Uzza, al onze goden, vertel eens meer over jou heer. En Mohammed antwoordde niet tot Allah Azza wa Jalla stuurde, Qul ya Muhammad, Qul huwallahu ahad. Willen ze mij leren kennen? En hij begon zijn namen. Hij begon zichzelf te presenteren. Dus deze sahabi zeggen tegen Allah Azza wa Jalla, tegen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hij leest deze sura omdat het gaat over Allah en hij houdt daarom daarvan. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kreeg bericht van Allah via Jibril, wat hij direct aan hun doorgaf. Namelijk, Akhbiru, ga terug naar hem en zeg hem, breaking news, Allah houdt van jou. Allahu Akbar. Mogen Allah Azza wa Jal jou en mij laten behoren tot degene die dat gaan merken in hun leven, dat Allah ontzettend van ze houdt en Yawm al-Qiyamah hem doen ontmoeten en hij het ons vertelt en achter Mohammed zal ze mogen binnenlopen. Achter al de mensen waarbij hij houdt, waar hij Al-Firdaus, Al-Ala en het paradijs voor heeft gereserveerd. Mogen Allah Azza wa Jalla jou en mij en onze geliefden en onze ouders en onze kinderen en onze naasten en in ieder die wij het gunnen en dat is iedereen daartoe laten behoren. Morgen inshallah, volgende les inshallah,
verder met Vertel me over Allah. Ik lees graag jullie leerstellingen hieronder. Ik lees graag jullie reactie. Ik lees graag jullie bevindingen. Die ik allemaal altijd doorga en soms beantwoord, maar in ieder geval meeneem. En wie weet zelfs misschien zelfs in mijn volgende lessen gebruik. Wat je er voorbij voelt bij het hebben over Allah. Hoe je de eerste les of alleen al de introductie hebt ervaren. En inshallah gaan we daar de komende of de resterende 9 weken prachtige weken van maken. Waarin we elke week een stap dichter maken tot Allah. Dit was alleen de introductie. Heeft hij jou alleen maar, dit alleen jou misschien al aangesproken? Breng het dan nog in contact, zodat we nog meer mensen connecten met Allah. En nog meer ajr voor jou en mij en ons samen zijn. Vele mensen zijn het misschien beu op dit moment om online lessen te volgen. Of alles te zien voorbij komen en overal in getagd te worden. Velen worden getagd dagelijks in allerlei onzin. Tag mensen en deel mensen in datgene wat hun leven en hun hart en hun ziel het hart nodig hebben. Namelijk Allah. En wie weet zullen ze dan snel nog kunnen aansluiten inshallah. En hebben ze alleen maar de intro gemist. Die kunnen ze trouwens nog terugkijken. En iedereen kan die terugkijken. En sluiten ze aan bij de volgende les. Barakallahu fikum. Mogen Allah al jullie wensen vervullen en smeekbeden verhoren. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alameen. En tot de volgende les inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.